Rond het Amandelpark in het Eindhovense Vaatbroek hangen vanaf maandag camera's. Aanleiding is een reeks incidenten in de wijk. Jongeren komen bijeen om te dealen, brand te stichten, vuurwerk af te steken en vernielingen aan te richten. Ook worden voorbijgangers geïntimideerd. Verder waren er volgens de politie incidenten met wapens. Met de camera's wil het stadsbestuur de criminaliteit en overlast tegengaan. Ook moet de maatregel ervoor zorgen dat bewoners zich weer iets veiliger voelen. Vorige week kwam Vaatbroek ook al negatief in het nieuws. Toen raakte een huis zwaar beschadigd door waarschijnlijk een vuurwerkbom. De politie onderzoekt nog of er sprake was van een gerichte aanslag.